Wacht even, over podcast gesproken. Do we in here podcast? Hey, wacht even, wacht. Hoe gaat het met je, jongen? Oké. We komen zo daar. Met mij gaat het prima. Gaat hartstikke goed. Ik leer mezelf steeds beter kennen. En dat is iets wat ik nu een beetje aan front heb staan. Buiten alle andere dingen. Dus ik ben er blij mee, man. Ik heb goede gesprekken met mensen. Ik had gisteren goede gesprekken met onder andere Yuki bijvoorbeeld. Mm-hmm. En we praten laatst tijd veel over het leven, mentale gezondheid. En dat zijn wel dingen die nu in mijn leven... How die to heel get this money. Netjes. How to get this fucking money, man. Ja, man. Shit, man. Dat zijn wel dingen die ik heel belangrijk vind. Je moet die money hebben, man, mensen. Ik zeg je, man. Shit. Want jij bent pas gelukkig als je 100.000 hebt. 100.000. Met 90 is hij niet gelukkig. Bro, ben je nu dan, gaat het dan op hebben? En ben je nu depressief of zo? Nee. Kijk, luister. Weet je wat dat ding is? Wat ik had gisteren ook uitgelegd. Alles in mijn Libi is nice, gewoon. Je weet toch? Mijn vrienden, ik mag ze. Mijn moeder is gezond. Casimiro is er, mijn pa chillt, mijn zus is goed. Alles is goed, alleen ik heb geen money. Bro, je dat bent al lang rijk, bro. Je snapt het niet. Kijk wat je net zegt. Luister, bro. Ik wil zelf kunnen zeggen dat die 100k me niet blij maakt. Ik wil het kunnen zeggen. Hij wil het ondervinden. Okay. Maar die 90 maakt hem niet gelukkig. Nee, het is echt die 100. Oh, je hebt 90? Hè? Oh, staat er niet. Ik zeg, ik heb onder 50, broer. 150. Onder 50. Ik kom niet onder 50. Hé, broer. Ja. En dit wil ik mensen ook zeggen. Ik hoor mensen vaak praten over een ton. Een ton is zoveel. Om een ton te hebben, moet je zeker 4 hebben gemaakt. Luister, 3, 4. Een ton is veel, maar een ton is ook weinig. Nee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus ik heb allang een ton gezien, bro. Wow, niet, sorry. Is niet veel, bro. Je hebt allang een ton gezien. In welk jaar had je je eerste ton gezien? In het eerste jaar, man. Eerste jaar van wat? Van dat ik architect werd, zeg maar. Oh, dat je rap. Welk jaar is dat? Maar toen rapte je nog niet? Niet dat ik rap, dat ik producer werd. Toen heb je een ton gezien, ah? Ja, bro. Je gaat hard, man. Volgens mij ton omgezet. Of niet? Ton omgezet, ja. Ik heb een ton gezien. Ja, je hebt een ton gezien. Oh nee, dat is wel veel. Je eerste producerjaar, dat is wel veel, man. Bro. Jeetje toch, bro. Wat had je toen? Had je toen die pokoe met Chief? Welke tune had je toen? Ik had veel pokoes, man, bro. Ik zou niet liegen, man. Ik had echt veel tunes, man. Die tune met Chief? Of ik denk misschien tweede jaar, man. Tweede jaar. Zie je, ik dacht tweede jaar, man. Eerste jaar is lens. Tweede jaar is lens, man. Ah, ik ben net begonnen, Ton, wauw. Ja, maar Architon. Maar bro, jij hebt het ook heel vaak over dat je miljonair moet worden. Dat heb je heel vaak in tracks gezegd. Hoe zit dat? Ja, je weet toch, soms moet je dingen in de atmosfeer uitspreken zodat het gebeurt. Je weet toch? Mm-hmm. Mijn Engels is niet goed, anders zou ik het in het Engels zeggen, maar... Probeer. Is leuk. Speaking it in existence. Wat dan? Ik was bijna. Ja. Speaking in existence. Kanis, man. Dit is een fucking meme, bro. Iemand maakt hier een mooie meme van of een gif. Een gif of is het gif? Als je een meme van me maakt, ik zet je op koude Instagram, op mijn koude pagina.